Ook hij kan nog altijd lachen. Hakim Ziyech. Mr. Big Star van FC Twente wil deze zomer vertrekken uit Enschede en wacht nog altijd op zijn gewenste transfer. De overgang naar het buitenland gaat er ook komen, maar voorlopig is hij gewoon mee op trainingskamp met FC Twente. Dat haar tent heeft opgeslagen in het Duitse oord Hetschlaken. In de omgeving van die Uitermühlen bouwt de technische staf hier aan een nieuw team, zonder echte verdetten. Als gezegd, Ziyech zal verkassen, maar ook de routiniers Uvini, Cabral, Schilder en Gutierrez zijn deze zomer al vertrokken uit Enschede. Bij FC Twente heerst na een roerige zomer dan ook een nieuwe realiteit. Handhaving lijkt het eerste doel. Alleen het is de vraag of de groep die we hebben, of dat een groep is die klaar is voor 34 wedstrijden Eredivisie, of je dat van iedereen mag verwachten. En ja, ik hoef je ook niet uit te leggen dat met 12 spelers je niet, geen heel Eredivisie seizoen kunt spelen. Dus als je daar nu een antwoord op moet geven op die vraag, dan ben je nog niet echt hoopvol? Ah nee, hoopvol. Uiteindelijk gaat het om dat je een selectie waardig hebt die heel seizoen Eredivisie aan kan. En dat is op dit moment niet zo. Dus ja, als je dat zegt van dat is weinig hoopvol, ja, zo kun je het betitelen. Met het vertrek van de sterkhouders ontstaat er een nieuwe hiërarchie in de groep. Mokotjo, die heeft aangegeven te zullen blijven, droeg in de voorbereiding de aanvoerdersband. Hij is de meest ervaren man. Verder zien we bovenal veel jonge en nieuwe gezichten. Ja, nee, natuurlijk. Uiteindelijk is het er allemaal weer wat jonger op geworden. Maar goed, dat biedt ook weer kansen voor jonge jongens om zich te laten zien. En op die manier ons te overtuigen dat ze bij de eerste selectie kunnen blijven. Bijvoorbeeld deze jeugdspeler Vincent Smit. Van oorsprong rechtsbuiten, maar omgetoverd tot linker verdediger. De 19-jarige speler, zoon van oudspeler Robin Smit, komt uit een echt Twente gezin en kende dus een turbulente zomer. Het ging alleen maar over Twente. Je leest van alles op social media. En eigenlijk is er niet heel veel te volgen en van alles te volgen. Je ziet van alles voorbij komen, maar je weet niet wat je moet geloven. Je weet niet wat echt is. Maar ik heb het vooral afgewacht totdat ik iets hoorde van Twente of wat dan ook. Ja, want supporters konden al bijna niet slapen. Ik kan me voorstellen, als je en supporter bent en ook nog eens werknemer, dat het dan helemaal je leven behelst. Ja, het was een zware zomer, maar... Ik heb het als supporter vond ik het erger als speler. Als speler is het natuurlijk, als de club kapot gaat, dan ga je zoveel verder. Maar als supporter kon ik het niet aanzien deze zomer. Maar met de nieuwe status zijn er wel meer kansen voor jeugdspelers. Zoals Smit. Niet alleen voor mij, ook voor de andere jongens die aansluiten. En ik denk dat je die kans gewoon moet grijpen als jonge speler. Ik ben tot nu toe nog de eerste keus op de linksbackpositie. En ik probeer dat zo goed mogelijk in te vullen. Ik verwacht wel dat de spelers gekocht worden en dat is natuurlijk duidelijk. En ik weet mijn plek in de selectie. Hoopvol voor Smit is in ieder geval dat hij is aangetrokken voor het centrum van de defensie. Stefan Tesker. De Duitser tekende vanmiddag een contract voor 3 seizoenen en lijkt een van de nieuwe leiders te worden van de FC. Tesker, die zijn club dus richting de afgrond zag gaan, had zelf ook een moeilijke periode. Hij werd opgeschrikt door een tumor, maar is inmiddels weer schoonverklaard. Een bizarre en emotionele tijd. Ik ben een half jaar kun je niet meer ervaren dan ik heb ervaren. Maar ik ben nu blij dat het gewoon goed is gekomen. Dus hoop ik nu dat ik gewoon een rustige tijd krijg hier bij Twente. Ja, want hoe gaat het persoonlijk met je, fysiek en mentaal? Gewoon goed. Ik heb laatste week nog controle gehad. Die waren allemaal positief. Dus ik heb tot nu toe geen problemen meer. Ik zeg, in het begin was het heel moeilijk, omdat je het niet verwacht. Je kijkt gewoon naar je lichaam en denkt gewoon dat die gewoon fit is en gezond. En daar ben je ook, heb je even een paar weken, maanden nodig. Maar nu heb ik gewoon het gevoel, ik voel niks meer. Als je geen pijn hebt, dan heb je ook gewoon het gevoel dat je gezond bent. Dus ik denk niet meer veel over na. Met zijn 25 jaar en uitstraling is Tesker al meteen een van de bepalende spelers tijdens het trainingskamp in Hetschlaken. Het moeten wel leiders zijn, toch? En ik heb wel ervaring opgedaan de laatste jaren. Ik ben wel een heel andere speler geworden en daarom wil ik wel graag leider willen zijn. Wijze woorden van de man, die een jaar geleden nog negatief in de Duitse media kwam, na een akkefietje tijdens het stappen in een discotheek. Die fout maakt hij hier in Hetschlaken niet. Al is het alleen maar omdat FC Twente zich weet omringd door bomen en gepensioneerde fietsers. Hallo. Ja, precies. Het komt allemaal wel goed. Ik heb ervaring ook met andere dingen gedaan, dus... Dat wil ik niet dat die jonge jongens dat ook ervaren. Daarom is het hier wel beter voor allemaal. Morgen zit het trainingskamp in dit rustieke oord erop. Zaterdag wacht nog een oefenwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki. In augustus wacht de competitie. En dan weten we ook of de geplaagde FC Twente supporter weer een beetje kan lachen.